Welcome back, folks. Right, Cape Rugby TV. Carry on taking a look at what's happening with club rugby. As we've said, a lot of exciting things going on at the moment. When we went down to Albion's Rugby Football Club, they're busy training at Dal Yusufat and they're preparing for their first friendly against Paarl in May. And we managed to catch up with players Elrich Erasmus, of course, captain of Albion's, as well as head coach Roderick Allis. Ja, het was een excited gevoel om te weten, ons gaat weer die mannen zien, ons gaat weer doen wat waarvoor ons lief is. Om oefenvelden te komen en zaterdag te gaan spelen, het was een goede gevoel. Het was een moeilijke tijd voor ons. Je weet, allemaal het nog niet geoefend, ik mezelf was lui geweest. Zo, er is mannen wat programma gevolgd, er is mannen wat redelijk goed leek nadat het is teruggekomen. Maar dan is er mannen ook wat niks gaan doen. Dus ik is één van hulle. Maar ik was bij excited om terug te zijn op je veld. Ja, ons is bij excited, want we als voorspelers ook niet van over je veld bewegen. En het was moeilijk, de eerste vier weken was het net fucks het gedaan. Zo in de ballen, nu is die ballen terug. Nu enjoy ons hier voor ons, het duikzakken. Nu kan ons een beetje ons gameplay beoefenen, waar ons contact maakt en zo. Wat ons geniet. Ja, die mannen is nu excited om weer die klap te zijn. Het was zo, ze gedacht, die mannen gaan weg. Want Eerst een paar weken spannen beginnen oefenen en oor is een van die spannen wat nog hier beginnen oefenen. En die mannen waren ons toe honger om te spelen, die mannen gaan ons dan oefenen, hebben wat hulle oefen. Maar oor is het toe dan gekregen, ons geoefen en die mannen teruggekomen. En klom jong onder 20 spelers wat hier gaat spelen. Alles is excited, was laatst jaar op school, so alles excited om die club te spelen. You know, most guys were besides COVID now, lots of the guys when we heard that training is back on, lot of us were excited, man. Despite the fact that COVID is still alive, you know, it was a big disappointment that we couldn't play rugby last year. There was words that we might play though, but disappointing, you know, COVID disappointed us. Luckily now, 2021, we can play rugby. We're ready for this. We can't foresee what might happen in the future, but hopefully it's game time now. All of the players, the youngsters, everyone was excited because, you know, we get to be back on the field, get to be back with the guys, we get to come here and sweat, you know, after a hard day's work. So I think that is what most of us see out to, you know, the brotherhood, that bond that was missing for this entire time. You know, during COVID, all you could do was you can go to a gym, you can hit the road, you can run. There was a time where you couldn't even run, you couldn't go to the beach, you know. Knowing now that we can run as a team together, those 4 weeks was tough, you know, having to run, only doing conditioning, but no contact. Now we're seeing that we're going to start doing contact now, even if it's a phased-in approach. I mean, that's what rugby is about. It's a contact sport, you know. I think some people might still be weary due to COVID and this is a contact sport, like I said. But, I mean, we all have a passion for rugby. And I think most of us are excited just to play, to hit the field. Me, myself, I'm excited to play rugby again because you've been sitting at home getting, you know, picking up a few kilograms and all of that. But, I mean, now we're back here. We get to grind, we get to put in the hard work, and hopefully we get to reap the fruit in the future. Ja, dat is een veilige gevoel om weer terug te wees. Eerst aan die guys, en zoals we van Aika zien, is het bij je op je veld. En dat geeft ons weer een lekker gevoel om samen mannen wees wat ze jaren laatst gezien. Het kan me voelen als een jaren, maar als een jaar al. Zo ja, hoe zijn we nou? Alle sporten over Maas, mensen wat zo rugby is hier. Ja, zoals jullie weten, weten we nou die mannen wat nou niet kan niet als gevolg van werk. Wat maar nou niet staat maken op je oefening na werk, wat misschien ook oefen via te komen, 6 uur. En dat is al oefening wat ik krijg, want anders is werk. Ja, de eerste 2 weken was maar die tafste, zoals je weet. Je begint te draven als niks bolie en sommige van die mannen raken maar moedeloos, want je gooit hang en je zoeit en als je draait en als je moeg en maar als je die rijdt 2 weken en zoals nu, raak alles makkelijker en dan alles raakt lekkerder en dan kan je alles met een smile doen dan.
Ja, daar is een keer meer wat je mis. Zondag na die game. Die pijn en die praatjes na die game. Ja, die gevoel om net weer die contact van die dijkzak en die gevoel van die bol te krijgen. Geel klaar, hoop al. En dat brengt al baie vreugde in je hart al om te net te weten. Dat is binnenkort. Ons eerste vriendschappelijke wedstrijd is die 10e mei. So, dat geeft ons nou excitement. So, hier vat ons aan die bol vandaan en ons hardloop paar drillen en ons gooien rond. En ons kan nog zien van die mannen is geroes, maar hij komt terug. Rugby is het talent dat ons gegeven was hier ons God. En ons beoefend het mannet en ons perfect het mannet die op die oefenveld. So, die natuurlijke gaven komen weer terug na met een paar oefenloopjes. Ja, hier is omstandigheden bij ons beheer. Kou wat voor ons geschiet, hier die top geschiet. Maar net te min, ons het hier een jaar geoefend. Ik denk, ons als club het besluit, nee, ons gaat hier oefenen. Onze spelers is meer belangrijker. Vooral gezondheidsredes en zo aan. So, ons gevoel, nee, kom ons relax maar. Het was een challenge voor ons omdat we opgekomen zijn. Het was een groot challenge. Ons het zoek uit te zien om naar een andere league te gaan. En ja, wat kon ons gaan maken? Kou wat ons hier die kop geschiet en zo. Maar ons is er groe aan, de rugby zal één dag komen en vandaag is het gebeurd. So, ons is baie blij daarover. Ja, baie belangrijk, Saarvoerse Reelings, WP, de protocol is met ons gevolgd. Ons was een beetje min in het begin, maar het groeit zoals je vandaan kan zien, het groeit elke week. Groeit. So, ons houdt ons protocolen, baie belangrijk, safety. Ons kijkt om naar onze players, voor alles en ziekers, hij komt mee. Blij bij de huis en zo. Ons gaat hij juist zijn kans. De challenge is wat ons juist in het begin kon maken. De allereerste 4 weken was een beetje taf. Ons was een beetje schrikkerig, aangezien die COVID een beetje ernstig was. Zo so, ja, ons was maar een groepje van 15 op de eerste week. Maar ons is dat hier gekomen, zoals je vandaan week, jezus, zoals je kan zien. Het is toch goed en die ons is bijna lust van rugby. Maar ook, in dezelfde asem gezegd. Ons is baie, kan ik zeggen, gefocust op dat wat we doen. En ons is ook gefocust op COVID zelf. Ja, ik denk, het is nogal redelijk. Ik zou zeggen staf, maar ik denk, het is nogal een goede eer wat s'avonds met voor een dag gekomen. Ik denk, op een planning kan ze baie goed uitwerken. Ze hebben redelijk kans voor een planning. Ons als coachingstaaf komen gereeld bij elkaar. Wat is net vandaan komen ze bij elkaar. Dus doen het als kop ze eigen goed. So, ons praat gereeld met elkaar. So, ja, voor en toe zal ik zeggen. Game-wise als vriend is. Ons eerste game is Perels, groot span. So, ja, als we ook uit om naar een grote spannen en een lichaam te kunnen spelen, zoals voor Perel. Dus maar klom jong. Ons oudste speler hier op de hele gang. 35 en hij is de kapitein. Hij is de oudste speler. Zoals je kan zien, ons is baie jong talent. Zo. Ons werk baie met hulle, ons gesels baie met hulle, ons doen baie dingen om hulle met elkaar te krijgen. Protocol, COVID, so daar wordt goed is juist geskip voor hulle. Op het oomblik was het nogal een beetje difficult, maar ons als bestuur, coachingstaf het besluit kwam. Ons als oudleden, zoals zelf, ons is de oudplayers groep, waar ons alle oudplayers en seens en wat ons het, hy ons genade voor ons te help om mannen te krijgen, zelf onder 20 te krijgen. So, ons het vir hulle gevraagd, kom Jaap ons als Jaapens, nou skry die onder 20 ons. En soos jy self kan sien, die is tamelijk onder 20, wat die is, hulle is gretig om te speel. So ja, ons het hard gewerkt voor die jaar om die mannen tot de verdag te krijgen. Die mannen van laatste jaar, wat onder 21 sal ek sê, onder 20 gespeel het, ik kon nog niet die, of zal ik zeggen, laatst jaar onder 20 gespeeld. So, dat was wel ook een andere challenge geweest. So, nu gaan we automatisch naar senior vlak toe. Ik denk dat er mas opkomt daar. So, maar het was heel erg hard. Ons het hard gewerkt om onder 20 span te krijgen voor het jaar. So, dat is een challenge voor ons. Ja. Welcome back, folks. Nice to have you keep watching what's happening on let's say on the fields. Almost there. A lot of clubs, of course, making the effort at the moment to return to training, all according to the health and safety protocols. We'll take an ad break. When we come back from the break, we carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby. Back in a sec.